Nou, het was heel spannend. Het was ook een beetje van, gebeurt het nou echt? En hoe ver komen wij in de ontwikkeling? Spannend, omdat ze jarenlang moesten strijden voor het behoud van het landgoed. De gemeente Zevenaar wilde keer op keer stukken grond van het landgoed in gebruik nemen voor onder andere woningbouw. Dat heeft geleid tot een ernstige achterstand in het onderhoud van de gebouwen. En dat is heel vervelend, want die gebouwen staan allemaal op de monumentenlijst. Die moeten onderhouden worden. Het geld is naar de advocaten gegaan in plaats van naar het onderhoud van de gebouwen. Jonkheer Huub van Nispen tot Zevenaar. Tientallen jaren leefde hij samen met mevrouw van Katwijk. Samen probeerden ze van de stadsboerderij, midden in het Zevenaarse centrum, een macrobiologisch landbouwbedrijf te maken. We hebben bijzonder goede gronden. Het is altijd in onze gedachten geweest, de goede grond moet je alleen maar gebruiken voor agrarische activiteiten. En dat is eigenlijk de kernwaarde van het bedrijf. Zoveel mogelijk leven, kansen te bieden aan zoveel mogelijk leven. In de zomer van 2012 overleed de jonkheer. Mevrouw van Katwijk probeert samen met tientallen vrijwilligers zijn visie tot leven te brengen. Er is hard gewerkt om de landbouwactiviteiten uit te breiden en de panden te behouden. 2 jaar geleden hebben we hier het dak van gerenoveerd. Daar zie je ook de koepels van. Met het dak kunnen we het Hoge Huis conserveren voor de toekomst. We gaan nadenken over plannen voor het Hoge Huis, de invulling aan zich. Maar die plannen die moeten we nog verder uitdenken, dus die hebben we nog niet. Het is wel gerelateerd aan kennis. De jonkheer die wou graag zijn kennis over de biologische landbouw delen. Wellicht kunnen we daar een relatie mee denken. Maar het wordt geen hotel of een publieksfunctie. Het moet echt passen binnen de kasteelboerderijfunctie die ook in de visie past. De grootste en belangrijkste verandering zit in het polderhuis. We zijn nu in het polderhuis, Markt 25. Het pand is net klaar. Het is ongeveer voor 1 miljoen helemaal gestript, het pand. In het polderhuis zitten een winkel en een restaurant waar gewerkt wordt met producten die verbouwd worden op de boerderij. Speldrisotto. Ja, een kleine aanbod, maar heel specifiek. Veel gebruik maken van biologische producten, van producten van de landgoed zelf. De rundvlees, de groenten. We zijn nu op de eerste verdieping van het polderhuis. Het polderhuis bestaat 400 jaar. Veel geschiedenis. Hier doen we onze bouwoverleggen. Hier kun je recepties geven of vergaderingen organiseren. Het zal allemaal binnenkort open gaan. Het landgoed is nog lang niet af, maar het nalatenschap van Jonkheer van Nispen tot Zevenaar wordt voortgezet. Ik denk dat hij heel erg opgelucht zal zijn dat de gebouwen verzorgd worden, dat die gerestaureerd worden. En hij zal heel blij zijn dat de tuinderij weer opgestart wordt. Maar hij zal zijn hart vasthouden dat er weer beperkingen in de oppervlakte van de akkerbouw zal komen. En de bedreigingen zijn uitbreiding van het wegenstelsel. Bijvoorbeeld ook als er in verband met outlets die dan eventueel zullen kunnen komen. En dus kunnen ze op het landgoed nog steeds niet rustig verder boeren. Wakker blijven. En dan zullen we zien.